Vanmorgen om 10 uur is hier bij Vincentius de inzamelingsactie voor Oekraïne van start gegaan. En het loopt voorspoedig. Omroep Dommeland Nieuwsflits. De actie loopt geweldig. Overtreffende trap bijna. Zo van, we hadden net de voorzitter van die het voor ons weg gaat brengen met vrachtwagens. Die kreeg zojuist 10 vrachtwagens aangeboden met chauffeurs. Die samen met hem gaan rijden naar het verzamelpunt Gins. Dat is een man die al 10 jaar samenwerkt met Rode Kruis en zo de spullen van ons naartoe brengt. En de financiën gaan daar ook naartoe. En zulke mooie dingen die we krijgen. Mensen die hier langskomen die zeggen van, oh, dan heb ik nog wel een deken thuis. Of ik ga het nu halen. En ja, het is echt fantastisch. Het is overweldigend. Onze dame die altijd de etalage doet, die heeft dit helemaal ingericht vandaag. Alles geel van allerlei artikelen. En die worden ook gewoon verkocht. Dus de tafel is nu al half leeg. Dag meneer, u komt spullen brengen. Dat zie je, hè? Ja, ik zie het, ja. Ja. Ik dacht, wat komt die nou doen? Ja. Ja, dat is voor Oekraïne als het goed is en anders voor Nederlanders die het ook nodig hebben. Die zijn er ook, hè? Maar vooral Oekraïne? Ik denk het wel, tenminste. Dat was de bedoeling. Want waar is vooral behoefte aan? Met name aan eigenlijk aan alles, zegt hij. Zo van, als ik de verhalen van die voorzitter, want die is net weg, die verhalen hoor, dan is echt overal behoefte aan. Aan eten, aan met name kinderkleding. Er zijn 140 kinderen geboren in die schuilkelders al. Ja, zonder iets. Dus er wordt heel veel gebracht op dit moment. Ja, want in de media hoor je dan, zeggen ze van, ja, het gaat om voedsel, geld, water, maar breng eigenlijk geen kleren. Ja. Ben je dan niet bang dan dat alle goed bedoelde kleren in de plaatselijke wol gaan belanden, ja, of zo? Nou, dat was mijn vraag vanmorgen ook meteen, want ik had het ook gehoord. Zoiets van, ja, wat doen wij hier als het niet... Hij zegt van, dat is echt niet waar. Hij heeft een groot verzamelpunt in de Oekraïne. Daar gaat alles naartoe en vanuit het hele land kunnen aanvragen gedaan worden. Die worden nagekeken of die terecht zijn, of dat goed is. En die brengen al jarenlang de spullen naar het binnenland toe. En daar is echt een grote behoefte aan. Dus het is gewoon 100% zeker dat als men hier kleren, die gaan naar Oekraïne. Die gaan naar de Oekraïne, ja. Ze 100% zeker. Jullie komen iets brengen? Ja. Wat kom je brengen? Spulletjes, hè? Voor de kinderen in Oekraïne, hè? Wat voor spulletjes? Knuffels. Knuffels, zo. En wat nog meer? Kleding. En weet je ook waarom? Een oorlog. Ja. Maar nee, u brengt lege dozen. Ja, die worden allemaal gevuld. Oh! Komt allemaal goed. Dan is het goed. De supermarkt hebben we gelukkig mee. Dus we gaan er een goede dag, een goede 2 dagen van maken. Ja, zoals u ziet kom ik dit brengen. Een dekbed, een groot dekbed met een kussen. En nog een hoeslaken, geloof ik. Oh, daar zijn we heel blij mee. En een molton, zoiets zat er ook nog in. Ja, dus, goed. Ik vind het echt vreselijk wat er gebeurt. En mijn man is ex-militair, dus ja, die houdt het ook allemaal heel bij. Dus we zijn er heel veel mee bezig. Het is echt niet normaal. Ze hadden ook Oekraïne lid moeten maken van de NAVO. Dan was het niet gebeurd. Mevrouw, u komt ook iets brengen? Nee meneer, dit heb ik net gekocht zelf. En dat heb ik zelf hard nodig, dus... Nou, volgende keer beter, ja? Yes? Het magazijn daar, die zit al half vol. Dus, oké. Okay. Stiekem in het magazijn kijken, ja. Kom. Piet. Ga maar eens kijken. Mogen we even in het magazijn kijken? Ja, kom maar eens kijken. Alles op slaapgebied is dit. Slaapzakken, lakens, netbeddenhoezen, kussens. Die hebben we hier apart gehouden. En de rest doen we in dozen. Dan is dat makkelijk voor de in te laden voor de chauffeurs, denk ik. Ja. Dus, indrukwekkend, zeg ik. Indrukwekkend, ja. Het was vanmorgen om 10 uur waren er al aan de deur die spullen kwamen brengen. Nou, ik zal het schatten, maar ik denk dat we toch al een 50, 60 dozen ingeladen hebben met kinderkleren, dames en heren. Want die scheiding hebben we wel gemaakt. Het is allemaal nodig. Huh? Het is allemaal nodig. Dat denk ik. Ja, het is allemaal nodig, ja. Lukt het? Ja, die blauwe koffie. Zal ik deze zwarte of gaat u nog sporten? Nee, ik ga niet sporten. Oh. Ja. In deze bus kunnen de mensen doneren voor Oekraïne en ze kunnen ook pidden. Nou, een oproep aan iedereen die nog spullen heeft, met name warme kleding, kinderkleding, verbandmiddelen... Ja, voeding, als het in proportie is. Maar je kunt ook een donatie doen bij ons. Bij de kassa staat een box. Daar kun je contant geld in doen. Je kunt pinnen. We hebben een aparte knop aangemaakt. Donatie Oekraïne. Dat gaat dan allemaal rechtstreeks. En ook op ons nummer kun je een donatie doen aan Oekraïne. En dan gaat dat ook rechtstreeks. Onze penningmeester die weet maandag
wat de opbrengst is. En ik hoop dat aan heel Boksel te kunnen vertellen dat dat gigantisch is. Ja. Jij weet waar mensen kunnen doneren? Ja. Vertel. Oh, de nummer. Ja, NL18 Rabo 0128 722320. Dat ik de oorlog meegemaakt heb, jazeker. Was toen ook een ellende, maar toen hadden ze die wapens niet wat ze nou hebben. Hè. Die bommen niet, hè? Die oh. Engen. En ik zeg dat die Rus deugd had, dat je heel dat land te pakken. Hè. En waar zijn wij daar nou? En dan zit hij daar. Op dus u slaapt niet lekker? Nee, ik heb, ik denk er wel eens aan. Wat denkt u? Kinderen, kleinkinderen, alles, hè? Ja. Ik word er gek van. Ja. En nou heeft hij dan weer die kerncentrale in brand, heeft hij gezegd. Dus het is penibel. Ja, het lijkt alsof hij de weg kwijt is, hè? Nou, hij is niet krijgt de weg kwijt. U weet goed wat je doet, die rotzak. Nee, hij spoort niet. Maar hij spoort niet. Nee, hij spoort niet. Hij pakt wat hij pakken kan, hoor. Ja, maar ja, wij gaan er eigenlijk mee bemoeien. Dan hebben we een derde wereldoorlog. En dat willen we niet. Nee, en toch komt het ervan, denk ik. Ik heb er mijn hart hoofd in. Nee, nou, we blijven positief. Moeten we wel, hè. Ik hoop u over een paar maandjes hier weer terecht te zien. Ja, ik hoop het ook. Goedemiddag. Ik kom net terug van de kringloopwinkel. Daar verzamelen ze spullen en goederen voor Oekraïne. Kom, kom en laten we hopen dat er vrede komt.